van onze balletschool, Marie Torquera. En het is van jong en tot met oud eigenlijk. Het gaat over Lena die in speelgoedland komt en daar allemaal hele leuke dingen passeert. Enge dingen, leuke dingen, dingen uit de jeugd, dingen uit misschien wel de toekomst. En zo uiteindelijk komt een soort moraal van het verhaal op het eind waarmee het afsluit. Er zijn drie koninginnen, eentje van het verleden, één van het heden en één van de toekomst. En ik ben die van de toekomst. En dat is eigenlijk op het moment dat er een schaakspel komt in het stuk, ben ik degene die aanmoedigt om de toekomst in te gaan. Alle kinderen die op de balletschool zitten, die doen mee in deze voorstelling. Dus dat begint vanaf een jaartje of vier tot, nou, de oudste zal wel zo'n jaar of 50 zijn, denk ik.
tafels. Met beide benen op de grond. Kon je me niet gewoon lijmen? Kon je niet de scherven bijeenrapen en mij weer compleet maken? Kon je niet zien dat het enkel een ongeluk was? Een ongeluk. Jij liet me vallen en van de schrik draaide je me weg. Mijn gebroken held, starend naar de muur. Warme handen om me heen voelen. Onder de stem, in het maanlicht, gaf je me een kusje op mijn neus.